In het museum het Ursulinenconvent in IJzen zijn nieuwe ontwikkelingen gaande. Meneer Waljenstein, wat zijn die ontwikkelingen precies? De ontwikkelingen die houden eigenlijk in dat we hier in het familiemuseum en het museum het Ursulinenconvent beginnen wij ons verhaal met Afrika. Want daar is de mens ontstaan. Nou, met dat in gedachten zijn we 2 jaar geleden samenwerking aangegaan met de Stichting Afrika Anders. En die Stichting Afrika Anders die stopt daarmee per 1 januari 2017. Wat is de reden van het vertrek van Afrika Anders? Afrika Anders en het familiemuseum zijn 2 jaar geleden die samenwerking aangegaan. En hebben toen een programmaatje opgesteld van verwachtingen en eisen. En verwachtingen zijn denk ik aan 2 kanten niet uitgekomen. We hadden een proefperiode van 2 jaar in gedachten. Dat hebben we op papier gezet. Die 2 jaar zijn voorbij. En de beide partijen vonden het de beste oplossing om eigenlijk niet verder te gaan. U zegt die verwachtingen zijn niet helemaal uitgekomen. Kunt u daar iets specifieker op ingaan? Nou, dat zijn 2 aspecten, organisatorisch en inhoudelijk. Organisatorisch zijn de 2 stichtingen niet bij elkaar kunnen komen in die mate zoals wij dat hoopten vanuit zeg maar, het familiemuseum. Afrika Anders had misschien de hoop om wat meer zelfstandigheid te kunnen behouden. Dat zijn 2 verschillende gevoelens die speelden. Inhoudelijk is het zo dat de visie vanuit Afrika Anders gestoeld is op hun lange geschiedenis met het continent, maar wel vanuit de missie en vanuit de hulpverlening. Dus een westerse blik op Afrika. Het is heel aardig om te laten zien wat in Afrika is gebeurd. Dat vinden we belangrijk. Dus dat houden we er eigenlijk in. Dus wat dat betreft verandert er niet gek veel. Behalve dat de verdieping die aan Afrika is gewijd, daar gaat Afrika het centrale punt vormen. Maar we laten zien hoe de mens vanuit Afrika de wereld heeft verkend en veroverd. En met die verovering zijn de culturen ontstaan en is het familieleven over de wereld verspreid en dat gaan we laten zien. Dus de afdeling Afrika wordt de afdeling de continenten.